Vandaag gaan we het hebben over rugby, hockey en het verplaatsen van de bal naar de vrije ruimtes. Zeg maar het rondspelen. Ik begin met het rugbyhockey. Vaak wordt er als volgt gehockeyd. Als team proberen we wel over te spelen. Dat doen we meestal op één lijn. Dan krijg je de volgende situatie. Als iemand de bal heeft, dat men langs deze weg probeert het doel te bereiken. Alleen het lastig is, er staat soms een tegenstander die dat probeert te verhinderen. En dan zie je eigenlijk dat deze lijn allemaal naar voren gaat. Deze gaat op met de bal. En dan schuift eigenlijk iedereen op. En dan zie je dat die bal als één aanvalt naar twee wordt gespeeld. En twee wordt dan weer tegengehouden. Dan gaat hij naar drie. En zo probeert men eigenlijk via een lange weg richting het doel te gaan. Iedere keer probeert men een stukje naar voren te gaan. Net als bij rugby speelt men eigenlijk naar achter om uiteindelijk met elkaar naar voren te gaan. En dat kost heel veel inspanning en heel veel kracht. En je loopt regelmatig vast. Slimmer is om de zaak te proberen anders aan te pakken. En dan kom je eigenlijk uit op het rondspelen van de bal. Het rondspelen van de bal heeft als basisprincipe dat als je vastloopt, stel even dat hier een aantal tegenstanders staan, dat je het is over een andere boeg gaat gooien. Je probeert langs deze weg je doel te bereiken. Het staat hier behoorlijk vast. En dus is het veel handiger om te kijken of je gebruik kan maken van de vrije ruimtes. Die vrije ruimtes, die liggen natuurlijk hier, hier en hier. Dan zie je eigenlijk al dat als je technisch vaardig genoeg bent, dat je die bal langs deze weg gemakkelijker richting het doel zou krijgen. Als je medespelers begrijpen dat dat een weg zou kunnen zijn om de bal te verplaatsen, dan doe je dat eigenlijk via een omweg. En dan krijg je eigenlijk de volgende situatie. Als je een team hebt wat slim genoeg is om dat goed te benutten. Je probeert dan via een omweg de bal rond te spelen. En vermijd je eigenlijk de drukte waar je normaal gesproken in vastloopt. Zo kan je veel makkelijker scoren.